Wie vindt u de beste studentenclub van de stad? Ja, magistra natuurlijk. Socio natuurlijk. Wel, ik zou denken, Hoge Studentenclub Bravo. Magistra! En waarom? Omdat wij daar schachten van zijn aan jou. Hoe is de KDGTD ontstaan? De KDGTD is begonnen uit drie clubs van de KDG zelf. Die wouden samenwerken om één TD op te bouwen. Ondertussen hebben we de twee andere clubs er ook bij kunnen betrekken. En is deze week een TD van alle studentenclubs van de KDG zelf. Weet u hoeveelste KDGTD dit is? Dit zal ongeveer de vierde of de vijfde KDGTD zijn. Zolang ben ik zelf nog geen student in Antwerpen, dus een juist getal kan ik daar niet op plakken. Wat zijn je verwachtingen van dit jaar? Ik denk dat dit jaar echt wel een feestje van niveau gaat worden. We hebben ook een iets exclusievere zaal uitgekozen. Dus ik denk wel dat we alle mensen die gaan komen wel tevreden kunnen stellen. Is dit je favoriete TD? Ik vind het wel, omdat deze een TD is waar toch alle vijfde studentenclubs in schouwers onder zitten. Dus in mijn ogen is deze wel de mooiste TD van heel het jaar. Wat vind je van de locatie dit jaar? Ik vind de locatie wel goed. Red en Vloei is een plezante club. De locatie is anders. De zaal is kleiner, maar de feestgevoel zit er veel sneller in. Wat is er zo speciaal aan deze locatie? De Red & Blue is een welgekende discotheek in Antwerpen. Vorig jaar hebben we in de Zappa gedaan, dat is een iets onbekender locatie. We houden het dit jaar bekend en exclusief houden en daarom hebben we dit jaar voor de Red & Blue gekozen. Een pronostiekje voor deze avond. Hoeveel vaten bier worden er geledig? Ik weet niet hoeveel, maar het zullen er genoeg zijn. Even een gok. Vertikbal. 60. Wat is uw pronostiek voor het aantal vaten bier dat vanavond geledigd zal worden? We zijn nog altijd bij heel veel studentenclubs. Dus ik denk wel dat we rond de 50, 60 vaten mogen verwachten. Succes! Dankjewel!